De fileinformatie. De vakantie staat voor veel mensen op het punt van beginnen. Het moment om lekker in een boek te duiken. Jos Bos van de Read Shop in de Grand Passage in Lelystad heeft wel een paar tips voor ons. Goedemiddag, Jos. Goedemiddag allemaal. Heb je zelf eigenlijk wel een beetje tijd om te lezen deze zomer? Nou ja, als zelfstandig ondernemer niet veel natuurlijk. En zeker niet nu je allerlei mensen wilt voorzien van juist leuke zomerboeken en dergelijke. Dan ben je er zelf erg druk mee, maar dat geeft niks. Een blije gast is altijd welkom natuurlijk. We hebben je gevraagd om een aantal boeken uit te kiezen. En dat doen we dan een beetje op thema voor mannen, voor vrouwen en voor kinderen. Laten we even met de mannen beginnen. Want die kiezen in het algemeen in de zomer vaak voor een sportboek of een spannend boek. Wat is nou een goed boek voor mannen deze zomer? Nou, je geeft het onderscheid precies goed aan. Mannen kiezen inderdaad vaak voor een sportboek. Maar in het algemeen wordt het meeste gekozen voor een thriller. Dus dat vinden ze toch wel vaak lekker in het zwembadje of in het hotel. Het nieuwe boek wat laatst is uitgekomen is de deel 11 van de Arlitz-serie. Ik neem aan dat veel lezers het wel zullen kennen. Heel spannende serie. Maar het is niet het boek waar ik even iets meer over wil vertellen, vreemd genoeg. Er is namelijk een nieuw boek uit, Anomalie. Franse schrijver, een internationaal prijswinnend boek. Je zou denken een beetje science fiction-achtig, maar het speelt gewoon in het nu. En het bijzondere is dat er een vliegtuig, ik ga er niet al te veel over verklappen uiteraard, maar die komt in een monsterstorm terecht en die landt in New York. Maar vreemd genoeg, om de 3 maanden landt hetzelfde vliegtuig. Zelfde mensen, zelfde bemanning, alles erop en eraan. Dus ja, is het dan toch in een vertrouwde omgeving terechtkomen of in een heel vreemde omgeving terechtkomen? Het is een heel spannend boek, makkelijk geschreven, leest snel en makkelijk weg. Dus echt een aanrader voor de zomer. En wat ik zeg, een prijswinnend boek, geschreven door Hervé Le Tellier. Heel spannend en echt een aanrader wat mij betreft. Anomalie, ja, we hebben het nu een beetje gegeneraliseerd onder mannen. Maar volgens mij vinden vrouwen dit ook hartstikke leuk, toch? Ja, het is in die zin niet echt een mannen- of vrouwenboek. Maar we merken wel dat de meeste thrillers toch wel door mannen worden gekocht en gelezen. Of gekocht door dames voor hun echtgenoot. Dat kan natuurlijk ook wel makkelijk. Ah, kijk eens aan. En waar kiezen vrouwen dan voornamelijk voor? Nou ja, dat is toch wel het algemeen de feel-good boeken, zeg maar. Als bekend voorbeeld is natuurlijk de Zeven Zussen-serie. Ja. Wordt heel veel gelezen. Zo'n 40 miljoen boeken alleen al verkocht in Nederland en over de hele wereld. Zo'n 5 miljoen bijna in Nederland-België. Nou, dat geeft al aan dat het een aanrader is. Het heel aardige is dat Lucinda Riley, vlak voordat zij kwam te overlijden, vorig jaar, vrij jong nog, had ze nog een boek afgekregen. Dat noemen we dat een standalone, dus niet een onderdeel van een serie. En dat heet De Geheimen van de Kostschool. Ook heel spannend. Het is echt geschreven als standalone. Er wordt een student gevonden op een vrij luxe kostschool, is overleden. Het schoolhoofd geeft aan dat het een ongeluk is geweest. Maar er wordt toch een detective op losgelaten, Jazz Hunter. En deze dame laat zich de kaas niet van het brood eten. Ze komt er vrij snel achter dat er veel meer geheimen zijn op deze kostschool. Vandaar de titel natuurlijk, Geheimen van de Kostschool. Heel spannend ook, met familiebanden, grote geheimen. En uiteindelijk gaat deze toch wel stoere detective gaat het oplossen. Dus toch nog even een leuke nakomer van Lucinda Riley. Heel spannend. En als we het toch hebben over feel good, dan moeten we echt lezen het nieuwe boek van Corina Boman. Corina Boman schrijft een beetje in de Zeven Zussen-achtige sferen. Schrijft makkelijk weg. En ze is nu begonnen aan dit net uitgekomen deel 1 van een waarschijnlijk driedelige serie. Historische romans. Gloriedagen heet deel 1. En deel 1 speelt zich af in het Berlijn van 1919. Dus je zou kunnen zeggen tussen de beide wereldoorlogen in. Een ziekenhuis, waar natuurlijk een arts, ja, een relatie met een zuster, een verpleegster. Nou, daar kun je van alles bij bedenken. Het loopt goed af uiteraard, hè, feel good. Maar Corina Boman is de nieuwe Lucinda Riley, zou ik bijna zeggen. Er worden heel veel van verkocht van deze
auteur. Nou, verhoogde spanning maar voor die arme schrijfster. Want dat is nogal iets om waar te moeten maken. Dat je de opvolger bent van... Meestal zijn dit soort auteurs zijn heel creatief. En die schrijven snel hun artikelen, schrijven ze goed weg. Mm-hmm. En het leuke vind ik ook, en dat gold ook bij Lucinda Riley, wil ik toch wel even vermelden, dat er vaak goed onderzoek aan ten grondslag ligt. Ja. En dat is ook precies de reden waarom de boeken van Lucinda Riley, de Zeven Zussen-serie bijvoorbeeld, wordt heel veel gekocht door vrouwen. Mm-hmm. Maar een groot percentage mannen leest het ook. Juist vanwege de historische achtergronden die goed onderzocht zijn. Okay. Dus het maakt het wel even interessant om toch als man niet te snel te zeggen, ach, vrouwenboek. Nee, nou, niet waar. Het is allemaal heel uitwisselbaar, hoor ik al, voor de mannen en de vrouwen. Het is gewoon allebei kopen en dan elkaar laten lezen. Ja, en dan de kinderen moeten we natuurlijk ook niet overslaan. Wat raad je voor hun aan? Het is jammer dat ik niet in beeld ben, want ik heb hele stapels met leuke boeken die er voor kinderen ook nu in de boekhandels liggen. Als je het hebt over een feitelijk leesboek, dan is op dit moment toch wel al wel een aantal jaartjes, maar op dit moment is echt voor de vakantieperiode een aanrader. Dus het laatste boek uit de serie van De Waanzinnige Boomhut. Afhankelijk van het leesniveau van een kind tussen de 6 en 10 jaar. Met heel veel illustraties erin, heel veel humor, grappige tekeningetjes, grappige teksten. Geen langdradige verhalen en dergelijke, maar echt gewoon dikke lol met Andy en Terry. Die op weer een nieuwe verdieping een kringloopstation hebben met een sloophoopkogel, een spookachtig kerkhof waar ze van alles meemaken. Ineens verdwijnen er allerlei medekampeerders van die camping. Ja, het wordt natuurlijk met dikke pret wordt het opgelost wat er allemaal zich afspeelt. En als je dan, toch zijn er veel kinderen helaas die lezen niet leuk vinden. En dan gaan we de wanhopige ouders of opa's en oma's gaan we dan wijzen op de prachtige hoeveelheid vakantieboeken die er in de boekhandels liggen. Van Donald Duck, van De Zware Jongens, van Paw Patrol, van ja, je kunt het zo gek niet bedenken, van Tina, van Penny. Echt voor zomer, ieder wat wil. Absoluut. Er is heel veel te zien in de boekhandels. Hè. Of het nou op het Lely Center is bij de collega's of bij mij in de winkel. Tafels vol met leesmateriaal voor vader, moeder, maar ook voor de kinderen. Dus verveling in de vakantie hoeft absoluut niet. Jos Bos van de Readshop in Lelystad. Heel erg bedankt en een fijne zomer. Ja, graag gedaan.